Hallo lieve mensen van mijn kanaal Serpent Science En welkom bij een nieuwe aflevering van de Bachelor Vlog De serie waar ik praat over mijn scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam Wat denk ik, wat hoor ik, wat voel ik, wat proef ik Al die troep Ik hoorde al van een paar mensen Hey Rick, wanneer doe je weer een Bachelor Vlog? En dat is goed om te horen Dat sommige mensen oprecht heel veel zin hebben in deze video's En het op een bepaald niveau interessant vinden De reden waarom deze video zo laat komt dus, omdat ik het telkens uitstel, en dan heb ik net een tentamen gemaakt, en dan denk ik, ja, oké, okay, ik kan nu de video maken, het vak is af, of ik wacht nog even een paar dagen, dan krijg ik de uitslag. Nou, ik heb zo lang op mijn uitslag moeten wachten, dat ik zeg maar alweer een nieuwe tentamen zat gemaakt, en dan denk ik, nou wacht ik weer op die uitslag, en dan, dan krijg je dat een beetje. Ik heb ten eerste al een klein beetje gemerkt dat ik afgelopen jaar uh, officieel famous ben op de universiteit. Ik had laatst een keer dat ik twee uur moest wachten. Ik had zeg maar een les van twee uur, twee uur niks, daarna weer een les van twee uur. En ik denk, wat moet ik doen met die twee uur? Toen kwam ik een Vriendin van mij tegen die studeert wiskunde. Maar die doet een minor in Artificial Intelligence. En die had een, een van de begincolleges Artificial Intelligence. En ze zei: hé hey Rick, heb je zin om mee te gaan? Dus ik ging gewoon lekker zitten in die collegezaal. Kun je gewoon doen als je gewoon je mond houdt. En niemand lastig valt, vinden ze dat geen probleem. Dus ik ging daar zitten. En ik was best moe. Toen ben ik in slaap gevallen. En achteraf, na dat college. kwamen meerdere mensen naar haar toe. Naar die vriendin van mij: Van wow, was dat Rick van Serpent Gameplay die aan het slapen was bij het college? Ik was het. Ik was het. <laughs> ik heb ook een paar keer dat ik mensen tegenkwam in de trein. Die zeiden dan: Hey Rick, ik ben eerstejaars natuurkunde student. En ik heb ook je bachelorvlogs gezien. Bla 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 bla. Wat grappig. Ik nog geen eerstejaars scheikunde mensen tegenkomen die deze video's kijken. Maar wel meerdere mensen die eerstejaars natuurkunde zijn. Bijna goed. Jullie hebben het geprobeerd. <laughs> Nou zullen de scheikundigen altijd zeggen dat scheikunde beter is dan natuurkunde. En de natuur natuurkundigen zeggen dan weer, nee, natuurkunde is veel beter dan scheikunde. Dan heb je weer de wiskundigen die zeggen, nee, wiskunde is veel beter dan natuurkunde en scheikunde. Het is een soort debat. Iedereen vindt elkaar kak. Net zoals in scheikunde. In scheikunde heb je weer de analytische mensen, mensen die voornamelijk metingen doen en bijvoorbeeld de concentraties, denk aan ziekenhuis, bloedwaarden. Die zeggen weer, nee, analytische chemie is de beste scheikunde. Dan heb je weer de organische mensen die zeggen, nee, organische chemie. En dan, ik had bijvoorbeeld een vak anorganisch nu. En dan zei die maar weer, nee, nee, anorganisch is veel beter. <laughs> Iedereen heeft ruzie met elkaar. Met wat de beste wetenschappen is. Maar alle wetenschappen zijn op een bepaald niveau wel gezellig. Afgelopen periode, die ik heb afgerond. Heb ik drie vakken gevolgd. In plaats van de normale twee. Omdat ik afgelopen jaar, vorig jaar, uh, één vak niet gehaald heb. En vorig jaar heb ik dat vak eigenlijk niet gehaald, omdat ik gewoon. Ik weet niet, ik was gewoon overweldigd door het vak. Ik keek ernaar en ik denk, wow, dit is heel moeilijk. Nu kan ik of al mijn tijd en moeite hierin stoppen. En het misschien alsnog niet halen. Of ik stel het gewoon uit tot volgend jaar. En... Vorig jaar leek mij dat een heel goed idee. En nu ben ik drie vakken tegelijk aan het volgen. En het moeilijke is vooral dat ik heb derdejaarsvakken. Dus en nog een tweedejaarsvak. Alleen die houden niet heel erg rekening met elkaar. Dus ik heb heel vaak dat ik zowel op de vrije universiteit. als op de UFA. tegelijkertijd moet zijn voor twee colleges. Op mijn rooster staan gewoon twee dingen tegelijk. Dat neem ik school niet kwalijk. Ze kunnen niet. Oh ja, misschien moet je nog een eerstejaarsvak. Misschien volg je ook nog een vak Spaans. Ze kunnen niet rekening houden met iedereen die vakken volgt. en op die manier alles inroosteren. Dus dat kan. Kan ik best wel begrijpen. Maar daardoor had ik eigenlijk de keuze van wil ik nou eigenlijk naar colleges gaan voor dat tweedejaarsvak wat super moeilijk was of wil ik gewoon zeggen nou dat doe ik helemaal op eigen kracht en ik ga lekker naar die naar colleges van derdejaarsvakken want ja die colleges heb ik nog helemaal niet gehad. En ik heb uiteindelijk voornamelijk besloten uh, de colleges van de derdejaarsvakken volledig te volgen en de tweede, tweedejaarsvak kwantumchemie Zoveel mogelijk uh, te doen. En dat is soort van gelukt. We gaan beginnen met kwantumchemie De reden om ik het vorig jaar ook een beetje uitstelde was Kwantumchemie is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel, waar ook zeg maar, een los over overkomt, is voornamelijk gewoon een beetje kwantummechanica in het algemeen en er redelijk veel wiskunde en een beetje wiskunde shit uitwerken. En het tweede deel is iets meer relevant voor scheikundigen, denk ik. Want dat gaat even wat meer kijken naar de kwantummechanica van een binding. We gaan uh, huckel methode dat zeggen jullie vrij weinig. En dat zei mij een paar maanden geleden ook vrij weinig. Dat soort dingen ga je oplossen: symmetrieën in moleculen. Bla 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 bla. Ik vond persoonlijk het eerste deel uh, moeilijk. En uiteindelijk heb ik ook een beetje met de relevantie van wat ga ik hier als scheikundige uiteindelijk mee doen. Er zijn een hoop mensen in de scheikunde die gaan de kant op van de computerchemie. De computationele chemie, waardoor je heel veel simulaties aan het runnen bent. In de toekomst kunnen we waarschijnlijk heel veel reacties gewoon met de computer berekenen. In plaats van dat je op het lab hoeft te staan, wat ik dan weer graag wil doen. Om de reactie uit te voeren zegt de computer gewoon ja nee, deze reactie gaat niet. En deze reactie gaat wel en dan heb ik geen baan meer. Um, dus in principe dat soort dingen zijn heel belangrijk voor de computationele chemie. Maar als je op een daadwerkelijk lab staat... Zal je met het eerste deel, met die wiskundige gigantische golffuncties uitwerken, waarschijnlijk heel weinig doen? Ik heb, dat, uh, ik heb dat, dat een beetje geleerd. Ik ben uiteindelijk voor mij naar geen enkel college geweest voor dat deel van het vak. Gewoon omdat het iedere keer tegelijk was met de andere dingen. Ik ben wel naar een paar werkcolleges geweest. Want ik, ik krijg gewoon een netjes een Nederlandstalig boekje waar alle formules in staan. Alles staat netjes uitgewerkt. Samen met. Werkcolleges waar je dus wat sommetjes maakt. En een paar mensen die er verstand van hebben. Die ga je dan helpen. Ik ben wel zoveel mogelijk van die werkcolleges geweest. Want dan kon ik gewoon voor mezelf proberen te leren. En als ik ergens niet uitkwam, dan had ik alsnog de hulp die ik nodig had. Ik heb dat vak het eerste deel in ieder geval gehaald. Toen kwam het tweede deel. Het was best moeilijk, maar ik ben daar uiteindelijk doorheen gekomen. Ik heb het tentamen gemaakt. Ik was te laat voor het tentamen, want ik had die dag twee tentamens. Ook voor functionele materialen, waar ik zo meteen bij kon. Ik moest van de UVA naar het AMC, dat is het Amsterdamse Medisch Centrum. Daar hebben wij ook wel eens tentamens. En er was in één keer iemand voor de trein gesprongen. En toen moest ik weer met de bus. En toen opeens stapte ik in de bus. Maar die ging opeens weer een rondje rijden. En toen was ik weer waar ik was. En... Ah, ik was helemaal aan het stressen. Van, oh man, ik heb net twee weken lang echt keihard thuis. Allemaal zelfstudie, al die colleges lopen, nalopen. En straks is het allemaal voor niks. Want de regel bij tentamens is eigenlijk. Eerste 30 minuten mag er niemand weg. En volgens mij is het idee, zodra één iemand weg is gegaan. Die zijn tentamen heeft ingeleverd en een peert. Vanaf dan mag er niemand meer naar binnen. Zodat je niet zegt: oké, okay, ik heb mijn tentamen gemaakt. Loop je naar buiten en zeg je: hé hey Rick, dit zijn alle antwoorden. En dan pas ga ik naar binnen. Dus sowieso eerst 30 minuten mag niemand weg, zodat mensen te laat kunnen komen. En na die 30 minuten, zodra de eerste persoon weg is, mag je in principe niet meer naar binnen. Uh, gelukkig had iemand voor mij doorgegeven dat ik waarschijnlijk 20 minuten later was. En toen mocht ik uh, gewoon dan naar binnen. En ik kreeg zelfs 20 minuten extra die ik uiteindelijk niet gebruikt heb. Dat tentamen ging denk ik goed. In principe moet ik een 5.0 halen, omdat ik voor het eerste deel iets van een 7 had, dat had ik best wel goed gedaan. Uh, als het goed is, moet ik voor het tweede deel alleen een 5.0 halen. En om het te doen op het tentamen. Het tentamen had 90 punten. Dus als het tentamen 90 punten heeft, houdt het meestal in dat je score is. hoeveelheid punten, gedeeld door 10, plus 1. Als je 90 punten hebt, gedeeld door 10 is 9, plus 1 is een 10. En als je minimaal 5,0 moet halen, hoef je dan dus maar 40 van de 90 punten te pakken. En ik denk dat ik dat wel gehaald heb, hoop ik. Het schijnt misschien zo te zijn dat als je dat vak moet herkansen, dat je alleen maar uh, het deel kan herkansen wat je onvoldoende had. Wat heel fijn is, want het zijn twee dingen die heel erg anders zijn: het eerste deel en het tweede deel van het vak. En als je dat dan allebei weer moet doen, is dat heel moeilijk leren, omdat het zo anders is. Het zou heel fijn zijn als ze zeggen: Nou, je had voor, oh, ik gooi mijn microfoon om. Je had voor het eerste deel een 7. Je hoeft alleen maar het tweede deel opnieuw te doen. Want ik heb voor mijn gevoel net misschien een paar dingen iets te slordig gedaan van het tweede deel. Waar ik niet helemaal uitkwam. Dat ik net weer een 4.8 heb of zo. En dan. Uh, ik wil dat vak gewoon echt halen. Voor mijn gevoel is het een van de moeilijkste vakken. die je verplicht moet volgen om je diploma te halen. En voor mij is het niet een heel relevant vak. Want ik denk niet dat ik heel veel met de kennis uit dit vak ga doen. Alhoewel, aan het einde van het vak hebben we daadwerkelijk wat dingen besproken die heel belangrijk waren. En dat vond ik fijn. Dat uiteindelijk een beetje de scheikundige relevantie eruit komt rollen. We hebben symmetrieën behandeld, wat heel belangrijk is voor smelpunten en dat soort dingen. En aan het einde van het vak hebben we ook daadwerkelijk dingen gedaan: van. Uh, beschrijf aan de hand van de orbitalen of deze reactie verloopt. Dat is handig, dat je ziet, oké, okay, je hebt dit en dit, oké, okay, dit en dit en dit. Ah, deze reactie zal nooit kunnen verlopen. Dat is op een, op een lab natuurlijk weer heel handig, dus dat, dat is heel fijn. Maar voor de rest doen we berekeningen van hele kleine moleculetjes waarvan ik denk, ja, ik kan dezelfde berekening ook gewoon googelen. Nou is het natuurlijk toepasbaar op een gigantisch molecuul, maar op dat moment laat je eigenlijk een computer het alweer doen, dus... Ja, natuurlijk, het is was belangrijk. En het is belangrijk dat je de principe erachter begrijpt. En waarschijnlijk niet zozeer het uit kan werken voor gigantische moleculen. Dus dat is, is nog zeker wel een leerzaam vak. De moeilijkste vakken zijn ook vaak wel de, de leerzaamste vakken. Want dan moet je echt nieuwe ideeën leren en dat soort troep. Ik ben, ik ben in ieder geval heel blij als zometeen blij dat ik kwantumchemie heb afgesloten. Dan hoef ik alleen nog maar 2DS-vak uh, thermodynamica te doen, wat ik nu heb. En dat is volgens mij makkelijker dan kwantumchemie. Toevallig, bijna. ik zit met heel veel tweedejaars, heel veel, tweede of heel veel derdejaars hebben het vak kwantumchemie in het tweedejaar niet gehaald. Omdat het gewoon een van de moeilijkere vakken is. En bijna alle mensen die kwantumchemie niet gehaald hebben, hebben ook thermodynamica niet gehaald. Er zijn een paar mensen die hebben wel thermodynamica gehaald en niet kwantumchemie. Maar andersom, mensen die wel kwantumchemie hebben en geen thermodynamica, dat zijn er voor mij heel weinig. Dus daaruit concludeer ik dat thermodynamica net iets moeilijker is. En als ik dit al haal, op eigen kracht hoop ik ook thermodynamica te kunnen halen op eigen kracht. Want dat vak is eigenlijk ook een beetje hetzelfde verhaal... dat ik telkens colleges tegelijkertijd heb. En dat is helemaal niet handig. Dus nu naar de vakken die ik daadwerkelijk... Uh, heel erg hardcore gevolgd heb dit jaar. Ik kreeg namelijk nu aan het begin een hele grote keuze. Dat is het leuke aan het derde jaar. Eerst en tweede jaar doe je voornamelijk gewoon vakken... waarvan school zegt, dit is belangrijk, ga dit doen. Vooral eigenlijk om je van alle soorten scheikunde wat mee te geven. Wat van de kwantumchemie, waardoor je reacties kan voorspellen via de computer. Wat organische chemie... Wat uh, analytische chemie, dat je gewoon van alle soorten scheikunde een beetje begrijpt wat het is en wat het voorstelt, zodat je voor jezelf kan bepalen: oh, dit vind ik het interessantst, hier wil ik graag meer van weten. En dan kun je daar dan je master in gaan doen en daar hopelijk ooit werk in zoeken. En uh, nu kreeg ik dus aan het begin van het jaar echt een hele bak met vakken: Van Nou, Rick, waar heb je zin in? Ik had voor mij uh, een vak fotosynthese in de cel. Of heet het alleen? Voor mij is het gewoon fotosynthese. Dus later een vak gaan thermodynamica in de cel. Daarom was ik even in de war Je hebt fotosynthese. Je hebt wiskunde 3. <laughs> Die ga ik niet doen. Uh, je hebt functional materials. Functionele materialen en organometaalchemie. Voor mij was dat de keuze. Misschien waren er zelfs nog meer vakken. Misschien dat er nog een compositioneel vak was. Dat weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Ik dacht in ieder geval meteen: Oké, okay, ik vind synthese heel interessant. Dat we eigenlijk op het lab stofjes maken. Welke vakken zijn er voor mij het Dus dan heb ik gekozen voor: Functionele materialen en organometaalchemie. ze heeft praten over functionele materialen. Ik wist niet echt heel erg goed waar het vak over zou gaan. Ik verwacht dat het voornamelijk zou gaan over polymeren. Dat is eigenlijk alles van plastic tot de draadjes in je tennisracket. Tot. Uh, uh, de, je, je schoen, de zolen van je schoen tot uh, waar ze PVC-buizen. PVC PVC, buizen, PVC is polyvinylchloride is ook een polymeer. Ik dacht voornamelijk dat dat het vak zou zijn en daar begon het ook mee. We begonnen met uh, colleges over hoe je effectief polymeren maakt en hoe je eigenlijk al aan de, de kleine. Dus een polymeer is eigenlijk gewoon letterlijk een heleboel monomeren. Je hebt hele kleine stukjes moleculen, die kun je aan een soort ketting rijgen. En soms kunnen worden ze dan eerst heel rekbaar, soms wordt het heel sterk. En wij gingen dan een beetje voorspellen: van nou, dit gaat heel sterk worden, dit wordt een heel sterk, dit wordt een heel elastisch materiaal. Wat goed is voor een elastiek. Dit is juist weer heel buigbaar. En op die manier gingen we daar een beetje naar kijken. Dat was wel interessant. Toen werd het vak een beetje verwarrend. Want uh, het vak is helemaal opgesplitst over voor mij vier docenten. En alle delen die zij geven zijn op een bepaald niveau wel redelijk anders. Soms was een beetje de overlap een beetje. Uh, uh, niet helemaal duidelijk. Op een gegeven moment kreeg ik een hele toffe man een, een Engelsman, volgens mij. En die uh, hele grappige gast, dat was dat heel aardige gast ook. En die uh, begon altijd over. Hij ging voornamelijk een beetje de berekeningen doen in een polymeer. Dus dat stond nog wel aan. Dan gingen we een beetje kijken van oeh. Je kan hem zo rekken en dit en wat voor krachten spelen daar dan op. En we moesten altijd van hem dingen berekenen. Dat gaf hij een grafiek zijn. Nou, dit is uh, de, de, de draad die van een spin komt. Bereken de kracht, bereken de rekbaarheid. En dat moest van hem altijd ongeveer. Omdat hij natuurlijk normaal Zélo College in het Engels geeft. Maar dan dat ene woord dit It's ongeveer, zei hij dan. Ah, oh, het is ongeveer. Pi is gewoon drie. Zwaartekracht gewoon tien. ongeveer. En dan ging je een beetje vanuit die grafiek een beetje schattingen maken. Dat was wel interessant. Toen kregen we vervolgens uh, een, een soort kort college over meetapparatuur. Wat in principe ook alweer een beetje aansloot. Alleen de link met polymeren was er soms niet helemaal. was waarschijnlijk ook gewoon wat te weinig colleges waren. Dat ging voornamelijk een beetje over hoe werken bepaalde meettechnieken die je nog niet hebt gehad. Wat heel fijn is als je op een lab wil werken en uiteindelijk dingen moet gaan meten. Uiteindelijk hebben we dan jammer genoeg de metingen niet zelf gedaan. We hebben wel een practicum gedaan waar we dus wat van die polymeren gemaakt hebben. Dat waren twee dagen van, nou ik denk het totaal dat ik misschien. Tussen de 8 en 10 uur op het lab heb gestaan. Op het lab staan is altijd leuk. Dat is ook een deel van waarom ik dit vak gekozen had. Want ik wist dat er labwerk bij zat. En dat vind ik altijd wel leuk. En dan, uh... We hebben alleen uiteindelijk de, de metingen niet zelf gedaan. We hebben gewoon wat potjes met nummertjes erop. En die worden dan aan de meetmensen gestuurd. En dan krijgen we de resultaten terug. En dan kunnen we het verslag schrijven. Eigenlijk moest het verslag vandaag af zijn. Alleen niet alle meetresultaten zijn terug. Want voor mij deden wat machines het niet of zo. Dus voor mij is dat gewoon fijn. Want dat betekent dat ik gewoon iets langer heb voor mijn verslag. Ik dacht dat het vandaag af moet. Dus ik ben ook echt al heel ver. Uh, tot ik erachter kwam dat niet alle data die ik nodig had er was. Dus dat is wel fijn. Het laatste deel van het vak was voor mij in ieder geval een inkoppertje. Dat ging namelijk over Metal Organic Frameworks. Dat is waar ik voor, uh, eind van het tweede jaar, eind van zeg maar, de, de vorige paar Bachelor Vlogs, deed ik een project waar ik een maand lang mee ging lopen met de Katalysegroep. groep. En daar ging ik werken aan Metal Organic Frameworks. Dus ik heb toevallig een maand lang onderzoek gedaan naar dat onderwerp. En toen kregen we een paar colleges over dat onderwerp. Waardoor op het een dame was van, hoe kun je het beste herkennen dat je zo'n stof hebt? En ik denk, hé, hey, ik heb deze gemaakt en herkend. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Dus dat was wel interessant. Dus het was dan een, een leuk vakkie. Alleen soms was het een beetje, ja, de overlap was soms ook een beetje raar. Dat de ene leraar het halve college weer ging vertellen wat de andere leraar al had verteld. Een beetje dat soort dingen. Op een gegeven moment kreeg ik ook in één keer een college over kunst. Over restauratie van kunstwerken. Wat op zich wel interessant is. De meeste colleges vind ik al gauw interessant. Dat scheelt. Alleen, dat was dan weer van, krijgen we hier nog gewoon de dame over? Of was het gewoon eventjes, ja, dit is ook een ding. Het is wel interessant hoor, hoe, uh, zeg maar, stel jij, bent, jij denkt, hé, hey, ik heb een miljoen, ik koop een heel duur kunstwerk. Dan vergeet je helemaal dat je echt heel erg veel moeite moet doen om ervoor te zorgen dat binnen 100 jaar dat kunstwerk niet helemaal net de verf van het papier afbladert. Dat moet je allemaal door middel van scheikunde uh, goed houden. En dat kan best moeilijk zijn, dat kan best moeilijk zijn. Voor de rest hadden we voor dit vak ook nog een presentatie. En dat was wel leuk, want meestal krijgen we een presentatie die redelijk strikt is. Van ja, je hebt nu op het lab gezeten, je gaat nu vertellen wat je onderzoek was, bla bla bla. Of jij krijgt dat onderwerp, jij krijgt dat onderwerp, go. En deze keer was gewoon de presentatie, vertel iets over een functioneel materiaal. 15 minuten de tijd, doe je ding. En we hebben hele diverse presentaties gehad. Ik heb zelf een presentatie gehad over uh, wat ze noemen koolstofvezel. In het uh, Nederlands, maar het is meer bekend als. Uh, Carbon fiber, dat is een stof die ze heel veel in Formule 1 auto's gebruiken. Het is heel sterk en heel licht. Ze willen er dus zelfs vliegtuigen van gaan bouwen, worden gebouwd gebruikt in raketten. Ik ging daar dus een beetje samen met mijn boy Philip, die jullie misschien kennen van de lab videos hebben we daar onze presentatie over gehouden. Maar er waren ook presentaties over bijvoorbeeld uh, gefluoreerde koolstoffen. Koolwaterstoffen, dat zijn bijvoorbeeld dingen die heel erg gebruikt worden in de koeling van koelkasten. Bijvoorbeeld, weer, er waren ook mensen die hebben gepraat over porselein. Over materialen die heel goed geleiden. Materialen die super rekbaar zijn. Over bijvoorbeeld, een, een presentatie over de, uh, de, de spinnendraad. Eentje over Kevlar. Dat was uh, interessant. Het enige jammer was dat de presentaties letterlijk twee dagen voor de tentamens waren. Uh, het vak had redelijk weinig mensen die het volgden. Ik denk tussen de 20 en de 30 mensen. Dus heel veel mensen hebben niet dat vak gekozen. Dat is hun uh, fout, natuurlijk. Uh, maar we hebben dus de, ik heb letterlijk alle presentaties in groepjes van twee achter elkaar gekeken. Eigenlijk wilde iedereen gewoon zijn tentamen leren. Dus dat was dan, ja, een beetje onfortuinlijke timing. Ze hadden het beter na de tentamen kunnen doen. Dan was iedereen, denk ik, met een blijer gezicht heen gegaan. In plaats van, ah, schiet op met die presentaties, ik wil naar huis. Maar nou, veel geleerd. Dat is alweer lachen. En dan kwamen we nog een paar dingen die in de presentaties behandeld waren terug op het tentamen. Dat is altijd fijn. Ik heb het tentamen hier liggen, Als het je boeit, functionele je snelle materiaal met de tentamen. Ik ga even niet gaan laten zien, maar het is wel interessant. Bijvoorbeeld, uh, de chemische stof bisphenol A, dus haakjes BPA, is nu een wereldwijde zorg. Sinds drinkwater uh, vervuild is met kleine hoeveelheden. Uh, met uh, mogelijke gevaren voor de menselijke vruchtbaarheid, onder andere. Uh, als je kijkt naar hoe deze stof degradeert, met allemaal plaatjes erbij en zo. Uh, waarom zou je niet aanraden om deze stof, het is een plastic, uh, te gebruiken voor het voeden van melk aan baby's? Je krijgt bonuspunten voor het mechanisme. Uh, dus dit. Een beetje uitleggen waarom baby's doodgaan door scheikunde. Was al lachen. <laughs> ik wist het wel, dat is verteld in de presentatie. Uh, tenminste, ik dacht dat het antwoord te maken had met dat um, die flesjes. Daar die, uh, doen moeders dan melk in. En dan doen ze het in een magnetron. En in de magnetron dan, het is het een soort evenwicht maar die stof ontstaat. En heel af en toe dan valt er een klein stukje van die stof uit. Zo'n klein stukje waar die keten van gemaakt is. En in een magnetron uh, gaat het veel sneller. En dan gaat het zo in die babymelk zitten. En dan wordt je baby onvruchtbaar. Wat in principe ja, onhandig is. Want dan heb je geen kleinkinderen en zo. <laughs> dus dat. Uh, andere vak dat ik heb gevolgd was organometaalchemie. En organometaalchemie doet heel redelijk wat het zegt. Je hebt organische chemie. En je hebt metalen. De metaalchemie, anorganische chemie. En organometaalchemie gooit die twee een klein beetje samen. Uh, het ging voornamelijk over reacties van metalen met organische dingen erop. Met metalen, met organische dingen erop. Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe je dimethylquik moet maken. Dat is gewoon kwik. Met aan de ene kant de CA3 en aan de andere kant de CA3. En het is super giftig. Er is ooit een, een onderzoeker die had uh, latex handschoentjes aan voor de bescherming. En het werd, werd een tijdje gebruikt als standaard in de NMR-spectroscopie. Hoef je niet te weten hoor, dat is hoor. Maar die vrouw was er dus mee bezig en ze druppelde drie uh, druppels zo op haar handschoen. Niet bewust, dat ging natuurlijk per ongeluk. En. Normaal gesproken gaan geen WK niet heel snel door je handschoenen heen. Dus die vrouw die ging gewoon even alles opruimen, heel snel. Handschoenen uit, in de prullenbak, klaar. Later bleek dus dat die stof redelijk goed door handschoenen heen kan. En op het lab wordt het dus ook wel een enkeltje kanker genoemd, omdat het gewoon heel kankerverwekkend is. Die vrouw heeft een jaar lang heel veel pijn gehad en heel veel medische check-ups. En toen is het uiteindelijk toch overleden door drie druppels van dat stofje. Nou, dat kan ik nu maken. Uh, dat wil je niet doen. Er was al een tij tijdje geleden, waren er een paar scheikundigen bezig... met een kilo van dat stof maken, stofje maken, of misschien zelfs meer. En die zijn ook dood. Uh, dus, tip van de dag. Maak geen dimethylquick. Dat is echt een hele grote tip van de dag. Maar dat soort dingen vond ik wel interessant. Het eerste deel van het vak was voornamelijk... hoe kan je bepaalde metaalverbindingen maken? Hoe kan de ene verbinding via een zodra evenwicht... ook ander in een andere binding? Sommige verbindingen zijn gewoon niet zuiver... Want die kunnen via zoals het evenwicht ploep ploep ploep. En dan heb je weer een andere verbinding. En dan zijn ze, heb je dus maar 50% van de een bijvoorbeeld, 50% van de ander. Kun je ze niet zuiver kopen. Dat soort dingen. Uh, dat was het eerste deel van het vak. Vond ik erg interessant. Was ook echt een, uh, leuk, colleges en shit. En daar heb ik een delta voor gemaakt. ja yeah, daar had ik ook iets van een 7'tje voor of zo. En toen kwam het tweede deel van het vak. Dat was een stukje moeilijker. Dat werd toch alweer een klein beetje meer kwantummechanica. We gingen voornamelijk kijken naar hoe bepaalde orbitalen weer richting elkaar gericht staan. En elektronen worden die kant geduwd en weer die kant opgezogen. En dat was gewoon een redelijk moeilijk, was gewoon redelijk moeilijk. Ik wil niet zeggen dat het slecht was of zo. Nee, het was gewoon best pittig. En toen kwam het tentamen. En wat ik, wat ik heel vaak doe, super goede strategie, is gewoon oude tentamens maken. Heel vaak. Uh, staan online al een paar oude tentamens en vaak geven die een heel goed idee van wat er in de toets komt. Dus ja, met de hele klas gewoon die oude tentamens maken. Er zaten heel veel moeilijke vragen in, dus we gaan met elkaar helemaal discussiëren van oké, okay, wat denk jij? Is dit het antwoord? Of is dat het antwoord? Want het probleem met oude tentamens is, er staat niet online erbij oh ja, dit zijn de antwoorden. Sommige vragen krijg je, weet je gewoon, ja die ga ik weer nu op de toets krijgen, maar ik weet het antwoord niet, dus ik moet heel uitgebreid maar alsnog verdiepen in de stof. Om het antwoord te krijgen. Dus het is niet zo makkelijk als gewoon: oh, kijk even naar het oud tentamen, maak het nieuwe tentamen, boom. Dus ik het oud tentamen heel, heel erg goed proberen te begrijpen. Al die stof daarin, want het tweede deel van het vak kregen we ook geen opgave. In het eerste deel kregen we ook echt veertig opgaven. van: hé, hey, wat is dit en dit? En dan kon je dat maken. En dan zeiden ze: oh, het is dit en dit. En dan kon je daarvan leren. Het tweede deel heeft geen enkele opgave gehad, behalve af en toe in de klas: Van, hé, hey, probeer het even te tekenen. En dan: oh, fout, het is dit. Dus als je dan een keer voor het eerst in het hele deel van het vak op opdrachten moet maken, is dat best wel pittig. En toen kwam het tentamen, het was nog eens, zeg maar, de oude tentamens, on steroids, als in het zoveel moeilijker waren. En nu ben ik heel erg bang dat ik, zeg maar, voor het tweede deel een onvoldoende heb en dan moet ik weer een tentamen doen van allebei de delen. En blijkbaar waren er een aantal mensen die hadden voor het eerste deel een onvoldoende, die mochten, zeg maar, toen ik het tweede tentamen maakte... Uh, gewoon meteen een tentamen maken van het eerste en het tweede deel tegelijk. Alleen het ding is dus, het eerste deel is makkelijker. Iedereen in het vak zal het er mee eens in dat het eerste deel makkelijker is dan het tweede deel. <laughs> het eerste deel is makkelijker dan het tweede deel. Dus als je ze allebei tegelijk maakt, dan kun je, zeg maar, voor het eerste deel gewoon een 7 halen. Voor het tweede deel een 4, heb je gemiddeld een 5,5 voor dat tentamen. Alleen, ja, ik haal nu gewoon voor het eerste deel een 7, voor dit deel een 4. En dan zeggen ze, ja, sorry, je had voor het tweede deel een 4, dat is lager dan een 5. Nu moet je weer een tentamen doen over allebei de tentamens. Dat is een beetje ik vind het een beetje onredelijk. Ik wist ook helemaal niet dat het mocht. Als ik wist dat je gewoon bij het tweede tentamen ook meteen weer het deel van het eerste tentamen erbij mocht doen, had ik dat gedaan. Want zeg maar, uh, als je ze bij elkaar deed, Krijg je uh, een paar vragen minder. Want ja, anders wordt het de tijd gewoon heel moeilijk. En precies de ene vraag die super moeilijk was, waar ik waarschijnlijk één van de negen punten heb, die zat er dan weer niet in. Dus. Ik zou het heel fijn vinden als blij dat ik zo meteen net aan geen voldoende heb. Zometeen net zo'n 4.9 zo, dat ze toch zeggen, weet je wat, we nemen gewoon het gemiddelde van je twee deeltoetsen. Want dat had je ook gekregen als je daar het, de, de, het complete tentamen had gemaakt. En anders moet ik even het complete tentamen maken, daarvoor zorgen dat ik goed score en dan heb ik het vak ook gehaald. Dus dat vak is uh, redelijk goed te doen, ik heb goed mijn best ervoor gedaan. Dus dat vak zit sowieso wel redelijk in de pocket. De vraag is nu alleen even of ik het nu gehaald heb. Of, of ik over twee maanden zeg maar, al die kennis nog een keer even door moet nemen. Wat eigenlijk alleen maar fijn is. Want dan onthoud je het beter. Um, en kijken of ik het dan kan halen. Hetzelfde geldt een beetje voor kwantumchemie. Het zou heel misschien kunnen dat ik net voor het tweede deel net te laag heb gescoord. En dan moet ik weer een tentamen doen over beide delen. En dan hopelijk alleen van het tweede deel. Dat zou heel fijn zijn. En eigenlijk voor het derde vak, voor functionele materialen, heb ik precies hetzelfde. Ik had eigenlijk uh, functionele materialen en kwantumchemie op één dag. En ik wilde kwantumchemie halen. Dat was echt een moeilijk vak. Ik wilde dat halen. Dus ik had eigenlijk bijna alleen maar gefocust op kwantumchemie leren: kwantumchemie leren, kwantumchemie leren, kwantumchemie leren. Echt dag en nacht. Ik heb echt een paar dagen niks anders gedaan dan kwantumchemie leren. En. Toen dacht ik opeens, weet je wat, ik heb nog een uurtje over, ik ga eventjes gauw door wat dingen van functionele materialen. Ik ging er eigenlijk vanuit, functionele materialen haal ik niet. Ik ga naar tentamen, heb een indruk van het vak en hoe moeilijk de vragen zijn, dan kan ik dat meenemen naar de herkansing. En toen was ik het tentamen aan het maken, toen was het opeens, hé, hey, het gaat best goed. Oh, dat weet ik ook, dat weet ik ook, dat weet ik ook. En ik was er ook naar best wel veel colleges geweest, wat ook wel helpt als je oplet bij de les, want de meeste dingen waren gewoon daar verteld. Uh, dus ik heb nu eigenlijk drie tentamens waarvan ik nog niet de eindcijfers heb. En voor alle drie tentamens is het zo van of ik heb ze net wel gehaald of net niet. En dan hoop ik in ieder geval heel erg dat ik in ieder geval één tentamen net wel heb gehaald. Als dus ik voor alle drie die vakken zo net een 4.9 heb is gewoon nee. Aan de andere kant valt het wel mee. Want dat betekent dat als je drie keer een 4.9 hebt en je moet een 5.0 halen. Dan weet je eigenlijk al van hé. Hey, uh, ik kan voor deze vakken zeg maar... Net iets beter leren. Pam, pam, pam. dan heb je ze wel gewoon, alle drie. Nou, wil ik niet in deze video een soort sessiesmentaliteit laten doorschijnen. Ik wil zeker gewoon heel hoge cijfers halen. Alleen, uh, ik, ik vond deze vak gewoon heel moeilijk. Oké. Okay? Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die uh, deze vakken niet halen met tienen. Sorry daarvoor. Ik hou, ik hou graag tienen. Ben het al op. Smikkel, smikkel, smikkel. Maar het gaat gewoon even moeilijk worden. Uh, dus, nu deze periode heb ik synthese in de natuur. Uh, industriële chemie en groene chemie. En thermodynamica. Ik uh, heb nog vrij weinig te melden over deze vakken. Tot nu toe lijken ze uh, redelijk moeilijk. Maar ook redelijk interessant. Dus dat is fijn. Voor Gaande metaalchemie moesten we trouwens ook nog een verslag schrijven. Dat was best pittig. Uh, we moesten namelijk een research paper. Uh, een publicatie van een tijdje geleden. Van mensen zeggen: Hey, we hebben dit en dit en dit gevonden. En we moesten eigenlijk een beetje gaan uitleggen. Wat ze nou precies gevonden hebben. En of het nou heel belangrijk was. We moesten echt heel erg. In depth in zeg maar hele kennis, die heel recent eigenlijk, hele nieuwe kennis in het vakgebied. En dan proberen een beetje uit te leggen wel wat belangrijk is. Heb ik een mooi verslag voor geschreven? Heb ik ingeleverd? Hopelijk dat ik een cijfer ervoor krijg. Ik weet niet, ik melde wel uh, redelijk goed in dat soort dingen schrijven. Vind ik zelf dan. Dat was eigenlijk een beetje de beste vlog. Uh, nu ga ik weer lekker genieten van mijn nieuwe colleges. En hopen dat ik eventjes een beetje goede cijfers terugkrijg. Voor hetzelfde geld heb ik ze gewoon alle drie gehaald. En dat is zo echt. Oh, dat zou fijn zijn. Dat zou zo fijn zijn. Dan ben ik zo blij dat ik zeg maar. echt heel blij ben. <laughs> dat is een fijn gevoel wanneer je uh, denkt dat je tentamen niet gehaald hebt. Je hebt in één keer in 8. Had ik vorig jaar voor Monspec. Mon mon ik, ik dacht echt dat ik het niet gehaald had. Maar ik had wel alles gemaakt. En dat, meestal, als ik alle vragen maak op het tentamen. dat ik niet gewoon poep opschrijf, maar ook daadwerkelijk iets heb om in te vullen. Als ik alle vragen maak, dan heb ik het vaak ook wel gehaald. Als je van alles in ieder geval iets te melden hebt, dan dat is dat vaak wel een heel goed teken. En dan had ik daar wel. En toen opeens was. Hé, hey Rick, je hebt een 8. Het was zo. What? Dat was ik heel blij. Echt, echt. Niks maakt mij blijer dan een goed cijfer. Dat zegt iets over hoe nerdy ik ben. Uh, hopelijk ben ik binnenkort ook weer nieuwe videos met je boy Michiel. Uh, we moeten even kijken of we dat precies willen doen. Ik wil nog steeds graag die Goldstrike-video doen. Maar dan moet ik eigenlijk even de moeite doen om op mensen te gaan mailen. Want ik wil bepaalde machines daarvoor gebruiken die wij niet hebben op de Universiteit van Amsterdam. Dat uh, hebben we nog meer verzonnen? Ik wil nog steeds graag een keer wat doen met de hete piranha. Piranha is een mengsel van uh, zwavelzuur en waterstofperoxide. En het heet piranha omdat het nogal bijtend is. Als je daar wat in gooit. Zeg... Ik wil niet zeggen dat het meteen weg is, maar. Als je er een knakworst in gooit. Binnen een uur is er geen knakworst meer, zeg maar. Het lijkt me vet om daar misschien uh, wat dingen in te gooien. Want het lost echt heel veel shit op. Het lost in mobiel. Hoppakee, in de piranha. Weg. Weg, weg, weg. Dat lijkt me tof om daar misschien een timelapse van te maken of iets in die richting. Video's komen er in ieder geval aan. En anders als ik geen video's maak, ben ik druk aan het leren voor allemaal moeilijke vakken. Dus ja, misschien toch nog aan het einde van dit jaar mijn diploma. En anders heb ik me toch ook een beetje voorgenomen. Weet je wat, Rick? Stress is niet te veel. Als in één keer blij dat je volgend jaar nog uh, verder moet gaan voor je diploma, maak het uit. In ieder geval, binnen nu, of een jaar of over twee jaar heb jij je bachelor scheikunde. En dan weet je dingen. En dat is heel fijn. Dus dankjewel voor het kijken voor deze bachelorvlog. Hij is best lang geworden. Lange verhalen van mij. De lange verhalen verteller. Sorry daarvoor. Of je vond het juist interessant. Dan uh, geen sorry. En je even kijken. Tot de volgende bachelor vlog. Als het niet snel komt. Dankjewel huh, huh, huh. voor het kijken.